Ja, vrienden. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja, en we hebben natuurlijk weer gekeken, hè. Ja, naar die oudejaarsconferences. Jongen, het is wel een zit, hoor. Hè? Maar los van dat, vrienden. Kijk, zo'n Claudia de Breij, hè. Vrienden, laten we daar nou eens even... Kijk, is dat nou heel erg slecht? Nou, dat ook weer niet. Nee, echt slecht. Maar is het nou dat je zegt, jongen, we gaan door de gangpaden? Ook niet, helemaal niet. Het woord onderhoudend komt bovendrijven. Het is onderhoudend, je zit ernaar te kijken en dat is het dan. Ja, en dat komt een beetje ook, vrienden, doordat het... Het is ook een beetje truttig. Ja, dat is het. Ja, het is een beetje ouderwets allemaal. Het is een beetje geweest. Beetje vorige eeuw. Het is cabaret. En cabaret, weet je wel. Het is dan zo'n babbeltje en dan weer een liedje, muziekje. En dan weer een babbeltje. En dan weer een muziekje. Vrienden, dat is geweest. Ja. En waar mensen natuurlijk ook helemaal geen zin in hebben, en dat bleek ook uit het kijkcijfer. Ja, dat is die politiek correcte boodschappen die er gedaan worden. Ja, die krijg je allemaal. Ja, weet je dat D66 geneuzel komt dan weer op je af. En daar hebben de mensen gewoon geen zin in. Nee, het is oude jaar en die willen gewoon lachen, punt. Ja, en ja goed, dus dan krijgen zij natuurlijk... In de grachtengordel krijgen ze geweldige recensies. Oh ja, nee, Claudia de Breij is zo leuk. Nee, maar ja, hey, zij neemt het dan gewoon op voor Kaag en zo. Geen kwaad woord over de kakelende. Nou zeg, ik bedoel, de bedoeling... Kijk, dat is het punt... Dat moet gewoon helemaal veranderen. Het moet korter, dat is één. Niet anderhalf uur. Nee. Het moet gewoon hooguit 50 minuten of 55 minuten, boom. En veel grotere grapdichtheid. Want dat was het dus ook niet bij de Breij. Nee, tussen elke grap, daar zat een ruimte. Daar konden wel 10 herdershonden staan. Ja, ik bedoel, dat moet gewoon veel meer bovenop elkaar. Lach, hup, 15, 20 seconden, 30 seconden, lach. Brup, zo moet die gaan. En dan moet je gewoon stand-up comedians, daar moeten we naartoe. Naar jongens die gewoon een microfoon pakken, een beetje jonge honden, die gewoon, en die er gewoon vaaf met gestrekt been ingaan. En niet daar weer... allerlei deugende praatjes en politiek correct gaan lopen doen. Nee, gewoon boem, vol met gestrekt been erin. Bij Ali B en bij de Kakelende Kaag en bij weet ik veel wie. Iedereen die aan de beurt moet komen, die krijgt zijn beurt. Daar is de oudejaarsconferentie voor. Ja, dus vrienden van de NPO, doe mij een lol. Hey. En ga op zoek naar die jonge honden.